Vandaag gaan wij een unicorn rainbow cake maken. Veel kijkplezier! Dit zijn de ingrediënten. En nu verwarmen we de oven voor op 160 graden. We gaan nu het beslag maken. We mixen eerst de suiker en de zonnebloemolie bij elkaar. We gaan nu de eieren erbij doen. 1, 2, 3. Nu gaat de melk erbij. Plons! De volgende stap is het bloem. Appoef! Nu gaat de vanillearoma erbij. En dan gaat het mixen. We verdelen het nu over 2 bakken, zodat we het goed kunnen kleuren. Kleuren naar! Nu gaan we doormixen totdat het een mooie kleur is. We gaan nu de bakvorm invetten met olie en bloem. En vullen natuurlijk. Hij gaat nu de oven in voor 50 minuten. 1, 2, 3. En we gaan nu de botercrème maken. We mixen nu de boter tot een glad beslag. Nu doen we de melk en de poedermix erbij. En dat mixen we tot een pruttig beslag. En daarna verdelen we het over 2 bakjes, zodat we het goed kunnen kleuren. We halen nu de taart uit de oven. 1, 2, 3. We doen nu wat botercrème tussen de taarten. En eroverheen. We hebben hem even in de koelkast gedaan, zodat hij kon uitharden. En dan smeren we er nog een laagje botercrème op. En dan zetten we hem weer eventjes in de koelkast. We leggen nu wat bloem over de tafel, zodat de fondant uit kan rollen. We hebben nu de fondant over de taart gelegd en dan gaan we nu versieren. Dit is het eindresultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei!